Nieuw festival binnenstebuiten op het Zwitserterrein. Hier moet het komen, het nieuwe festival binnenstebuiten. De organisatie ligt in handen van de 25-jarige Lisa Jansen. Zij is cultureel producent van het festival. Als cultureel producent kijk ik altijd naar de waarde dat een evenement heeft. En dan niet de economische waarde ervan, maar de culturele waarde. Dus wat biedt het de bezoekers, maar wat biedt het ook de mensen die er werken. Dus eigenlijk altijd wat extra's bieden in de evenementen die ik organiseer. Eerste grote wapenfeit, zullen we maar zeggen, is het festival Binnenstebuiten. 9 en 10 september. Wat kunnen we daar verwachten? Daar kunnen we 2 dagen vol muziek verwachten hier op het oude Zwitserterrein. En drankjes, hapjes, een mooi terras en eigenlijk een plek om door middel van kunsten en in dit geval dan muziek mensen bij elkaar te brengen. Waarom kies je gelijk voor 2 dagen? Want het is het eerste festival dat doet. Je steekt redelijk je nek uit. Ja, nou dat is ook omdat ik wel meteen een impressie wil maken. Ik wil niet dat het met 1 dag soort, of volgens mij was er iets en het dan weer weg is. Dus ik wil wel gewoon dat het er staat, dat het iets tof is, dat wat ook blijft. En wat je misschien na 1 dag hoort dat het er is geweest en toch de volgende dag gewoon nog kan komen. Binnenstebuiten wordt een muziekfestival dat 2 dagen gaat duren. 10 verschillende bands komen dan optreden. Ja, het is van alles wat. Het is niet genre gebonden, dwars door ieders platenkast heen. En dat doe ik juist omdat ik, om mensen ook een beetje cultureel te verrijken, om het maar zo te zeggen. Dus als je van indie folk houdt en je blijft nog een uurtje hangen en je ziet wat garage rock, dat je dan ook kan denken, goh, ik wist eigenlijk helemaal niet dat ik dit zo leuk vind. Was het lastig om die bandjes te vinden? Nou, best wel. Ja, het is zoals je al zei, dit is de eerste keer dat ik het echt helemaal van het begin af aan opzet. En ook het programmeren was voor mij dit keer de eerste keer. En dat was best pittig. Zeker omdat ik ook niet genre gebonden wil. Dus je probeert echt van alle genres wat te vinden. Maar het moet wel weer bij elkaar passen en in een bepaalde lijn oplopen. Je moet toch naar de klapper toe op de zaterdagavond. Dus dat was wel zeker wel een uitdaging. Maar wel ontzettend leuk om te doen. Ik ben heel blij met wat er allemaal komt te staan. Op zaterdag 9 en zondag 10 september barst het festival los. En begint op beide dagen om 12 uur 's middags. Gaat in de markt of vond jij dat dit nodig was nog? Ja, ik vond wel echt dat dit nodig was nog. En er zijn natuurlijk, worden er wel dingetjes georganiseerd. Stadsoase is natuurlijk super mooi op zondag. De popronde is de week daarna. Ook een super mooi initiatief. Maar ik wilde het eigenlijk de basis van een muziekfestival, dat miste eigenlijk nog wel. En je hebt veel jongeren of jongvolwassenen die in Apeldoorn zeggen, goh, ik mis nog iets. Die gaan naar Lowlands, Down the Rabbit Hole, de grote festivals. Ik dacht, waarom zorgen we niet dat ze in Apeldoorn blijven en organiseren we zelf gewoon zo'n soort festival. Maar we beginnen klein. Ik ben nog lang geen Lowlands of Down the Rabbit Hole. Laten we dat wel voorop stellen. Binnenstebuiten wordt door middel van crowdfunding gefinancierd. Bij hoeveel mensen ben jij blij? Ik ben blij met iedereen die komt. Maar ik denk dat we zeker gewoon de 1000 gaan aantikken. Morgen is het bewolkt met veel regen. De wind is zwak en het wordt niet warmer dan 22 graden. In de avond en nacht is het regenachtig weer. Er staat weinig wind en het koelt af naar zo'n 15 graden. Donderdag en vrijdag zijn er buien en is er ruimte voor de zon. Overdag wordt het 19 graden en 's nachts 12 graden.